Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vandaag zien we dat er stapelwolken zijn boven Nederland. En dat er vanuit Engeland ook hoge wolkenvelden aankomen. Maar er waren toch vooral flinke perioden met zon. Daardoor kon de temperatuur in een groot deel van het land oplopen naar zo'n 22 of 23 graden. In de loop van de middag en avond zullen we de bewolking weer langzaam zien afnemen. Morgen hebben we dan een hele aardige dag. En zaterdag wordt ons weer bepaald door een lage drukgebied. En dat lage drukgebied is op deze satellietfoto's ook al zichtbaar. Namelijk ten westen van Frankrijk. Het lage drukgebied gaat de komende dagen ongeveer deze koers volgen. Langs de Nederlandse kust. En dat zorgt dan voor een onstuimige zaterdag. Het is bijna nog niet voor te stellen. Maar het lijkt toch echt herfstweer te worden. Met lage temperaturen, wind en regen. Die windverwachting zien we ook terug op dit modelkaartje. Opnieuw, het lage drukgebied ligt op de oceaan en gaat dan ongeveer een koers volgen, zoals ik net al tekende, naar Nederland. Dat zien we ook als we de boel in beweging zetten. Het lage drukgebied komt er langzaam aan, trekt via Bretagne en het westen van Frankrijk dan naar Nederland. Dit is dan zaterdagochtend en dan zien we dat de meeste wind net aan het ontstaan is langs de noordwestkust. Een stevige wind, oranje kleuren, dat is windkracht 7-8. En later in de ochtend, want dit is om 8 uur 's ochtends, neemt de wind dan nog wat verder toe. Misschien zelfs tot een noordwestenstorm, windkracht 9. Vanavond nog niets van dat alles, gelukkig. Zonnige periode, totdat de zon ondergaat. Stapelwolken lossen nog wat op, maar de hoge wolkenvelden nemen wel langzaam toe. Dus echt blauw wordt het niet meer. Temperaturen halverwege de avond rond de 19 graden. Komende nacht dan ook een mengeling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft overal droog en de minima liggen tussen de 10 en de 13 graden. De wind gaat liggen, het wordt vrijwel windstil. En ook morgenochtend hebben we nog vrijwel windstil weer. Opnieuw zonnige periode en met het naderen van het lage drukgebied komt er ook warmere lucht onze kant op. Daardoor kan het kwik stijgen naar zo'n 22 tot 25 graden. In de middag vanuit het zuidwesten wel meer bewolking. De eerste regen waarschijnlijk pas in de avonduren. Heel misschien al aan het einde van de middag. Eerste druppels dan in Zeeland. Daarna uitbreidend over het zuiden en westen van het land. Ja, en dan komen we dus bij die zaterdag. Dan trekt het lage drukgebied langs onze kust naar het noorden. En aan zee windkracht 7 minimaal. Waarschijnlijk ook windkracht 8 enige tijd. En er is dus kleine kans op een noordwestenstorm windkracht 9. Temperaturen 18 en 19 graden. Dat is op de momenten dat de zon schijnt. En als er dan weer stevige buien vallen, dan daalt het kwik naar 14 à 15 graden. Verre van zomers. Zondag en maandag ook niet echt zomerweer. Ook dan van tijd tot tijd buien. De wind neemt wel af, maar de temperatuur blijft magertjes. We halen amper de 20 graden. En kijken we dan wat verder vooruit, nou, dan zien we dat we de forse dip op de zaterdag hebben en dat we daarna eigenlijk rond die 20 graden blijven kabbelen of net iets eronder en dat pas na het volgende weekend de temperatuur misschien weer iets omhoog gaat. Dat is nog heel ver weg, voorlopig eindigt juli dus met wisselvallig en enigszins koel weer, waarbij de zaterdag het meest dramatisch is met wind, regen en buien. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.